12 katten lopen er rond in het café van Monique Lustig uit Almere. Haar horecazaak is al maanden dicht. En volgens Lustig heeft de lockdown een groot effect op haar katten. Het is gewoon echt een complete verandering van een hok vol visite iedere dag als totale stilte. Echt ook totale stilte. De ondernemer is bang voor de toekomst van haar zaak. Ik heb 12 katten en ik ben zo verliefd op die katten. Ik hou zoveel van ze. Ik ga ze echt niet laten adopteren. Maar ja, waar moet ik met die 12 katten naartoe? Ik kan toch niet mee naar huis nemen allemaal? Dat gaat ook niet. Dus daar heb je ook nog mee te maken. En het verlies van je kindje. Dit is gewoon mijn kindje. Ik heb alles in elkaar getimmerd. Ja, dat is gewoon heftig. Ik moet echt vechten voor mijn zaak. Ik moet strijden voor mijn zaak. Ik ga letterlijk de straat op om te vechten voor mijn zaak. En dat is een hele bizarre situatie. Want ik sta in Amsterdam op het Museumplein. Sta ik letterlijk voor mijn zaak te vechten. Donaties van gasten zorgen ervoor dat Lustig haar café nog kan aanhouden. Om de paar dagen heb ik wel mensen aan mijn deur met zakken of tassen vol met eten. En dan ook echt mensen die dat elke maand doen. Dus dat is heel lief. Ik denk dat ik al 3 maanden geen eten heb hoeven kopen. En soms krijg ik €2 gestort en dan een berichtje erbij van ja, sorry, het is maar €2. Ja, ik wil het niet horen, sorry, want het is €2. En iedereen die doet het naar gelang die het kan missen. En die €2 is toch weer een dag katten eten voor mij. Dus ik ben daar hartstikke blij mee, want je doet wat.